Vrijdagochtend om 11:50 werd het startschot voor carnaval gegeven. Op de Grote Markt in Nijmegen verzamelden tientallen feestvierders zich om te vieren dat het carnavalseizoen in Knotsenburg weer begonnen is. Zaterdagavond wordt tijdens de jaarlijkse Prinsenproclamatie de nieuwe prins bekendgemaakt. De Prinsenproclamatie wordt gehouden in de vereniging. Op de Novio Tech Campus is vrijdagmiddag het geheel verbouwde A-gebouw opgeleverd. Op een feestelijke bijeenkomst verwelkomde de directeur van de hotspot Riekes Wolbers in het bijzijn van burgemeester Bruls zo'n 100 gasten. Op de campus werken zo'n 50 bedrijven met zo'n 800 professionals. Het vernieuwde A-gebouw is de basis van de high-tech industrie van Nijmegen en omstreken. Op de Hogelandse Weg in Nijmegen heeft vrijdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurder van een auto werd onwel en heeft volgens getuigen eerst een boom en daarna een wegobstakel geschramd. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zaterdag komt Sinterklaas aan in Nijmegen. Maar ondernemers in het centrum van de stad komen langzamerhand ook in kerststemming. De Moenestraat beet begin november al het spits af toen daar de verlichting al werd opgehangen. De rest van het centrum volgde snel. Ook de Ringstraten en de Mariekestraat verkeren al een kerstsfeer.